Laatst was ik in een gezelschap van nogal geleerde en deftige mensen. Er was een burgemeester bij en een ex-premier. En daar hield een misdaadsspecialist, een criminoloog, een praatje over de misdaad. De strekking van zijn betoog was dat het in Nederland met de misdadigheid niet zo vaart loopt als veel mensen denken. Het aantal moorden, bijvoorbeeld per jaar en per duizend inwoners, blijft ongeveer gelijk. En er is bovendien weinig tegen te doen. Als je wilt voorkomen dat iemand zijn vrouw wurgt of in een café zijn buurman aan het mes recht, dan moet je naast iedere echtgenoot en iedere cafébezoeker een politieagent neerzetten. Want je weet van tevoren niet zeker welke cafébezoeker het mes zal trekken en welke echtgenoot op hardhandige wijze een einde aan zijn huwelijk zal gaan maken. En je weet bovendien ook niet waar en op welke dag en hoe laat ze dat zullen doen. Dat waren betrekkelijk geruststellende mededelingen. Die misdadigheid, bleek uit de statistieken die die criminologen uitdeelden, wordt door het publiek vaak erg overdreven, tenminste wat de moorden betreft. Maar als je naar diefstallen, inbraken en vandalisme keek, dan zag het er minder rooskleurig uit. De toeneming van dat soort misdaden is de laatste 10-20 jaar min of meer schrikbarend geweest. En zoals dat eigenlijk in ieder gezelschap gaat, begonnen we ons hardop af te vragen hoe dat zo gekomen was. Dat het allemaal wel de schuld van die vuile socialisten zou zijn, beweerde niemand, want het was een nogal socialistisch gezelschap. Die burgemeester en die ex-premier waren alle twee lid van de Partij van de Arbeid. Die verklaring lijkt trouwens ook niet erg waarschijnlijk, want het aantal socialisten per duizend inwoners is niet noemenswaar toegenomen. En bovendien blijkt uit de statistieken dat onder de leden van de Partij van de Arbeid het aantal dieven en inbrekers opvallend laag is. Maar er is een andere mogelijke oorzaak. Die naar het mij voorkomt, althans, het toegenomen vandalisme kan verklaren. En die oorzaak is de toegenomen beschaving, of wat ongeveer op hetzelfde neerkomt, de toegenomen verdraagzaamheid. Daar bedoel ik het volgende mee: allerlei soorten van afwijkend gedrag werden vroeger nauwelijks geduld, ze werden bestraft, of in ieder geval zoveel mogelijk verborgen en verzwegen. Als een dienstplichtige vroeger een grote mond had tegen zijn superieuren, dan kon hij veertien dagen verzwaard arrest krijgen. Tegenwoordig wordt hij lid van een vereniging van dienstplichtigen. Een vereniging die de afschaffing van het leger nog net niet in zijn statuten heeft staan, maar zo erg veel scheelt het niet. En er gebeurt hem verder niks. Als voor de oorlog een veearts in Brabant het waagde om niet in de kerk te trouwen, dan gaf de pastoor een seintje en alle boeren in de wijde omtrek gingen naar een andere veearts. En die ongehoorzame veearts was aan de bedelstaf overgeleverd. Dat kan je allemaal nalezen in dokter Flimme. Tegenwoordig kan die veearts gerust, gerust lid zijn van de PPR of de CPN of de PSP of een andere godlogenaarspartij. De pastoor vindt dat helemaal niet erg. Hij komt graag een borrel met hem drinken en of die veearts al dan niet gelovig is of in de kerk getrouwd is, kan hem niet schelen. Die pastoor zelf is, als het een beetje wil, met een protestantse weduwe getrouwd of zelfs met een andere pastoor en niemand vindt dat gek. Je kunt om die dingen lachen, maar dat neemt niet weg dat het leven van veeartsen en pastoors en dienstplichtigen de laatste twintig jaar een stuk makkelijker is geworden. En dat in ons land de laatste twintig jaar de bekrompenheid en de onverdraagzaamheid aanzienlijk zijn afgenomen. Afwijkend geloof, afwijkend gedrag, afwijkende kleding, afwijkende opvattingen worden in 1981 veel aardiger opgevangen en geduld dan twintig of zelfs tien jaar geleden. Toen was Nederland bij nu vergeleken één groot staphorst. Een toeneming van de beschaving dus. En daarom iets wat moet worden toegejaagd. Maar er zit aan zoiets ook een negatieve kant. En dat is deze. Iedereen heeft van tijd tot tijd de neiging om zich te bevinden op de grens van het toelaatbare. Om eens iets te doen wat niet mag. Om iets te doen waar zijn medeburgers, zijn ouders, zijn onderwijzers van opkijken en het hoofd over schudden. Vroeger was dat heel eenvoudig. Je gebruikte bijvoorbeeld in een krant of in de klas of in een radio-uitzending het woord poep of je zei Godverdomme. Daarmee baarde je dan groot opzien. Je stuk werd niet geplaatst, je werd van school gestuurd. De regering berispte de omroepvereniging waar je dat woord gebruikt had en die omroepvereniging ontsloeg je. Om nu datzelfde resultaat te behalen moet je heel andere dingen doen. Er zijn geen verboden woorden meer. Wil je een beetje opzienbaren, dan moet je een hoofdredacteur molesteren, een studio in brand steken of een omroepster verkrachten terwijl de camera loopt. Laat ik een eenvoudig voorbeeld geven, ontleend aan de werkelijkheid. Ik ben vroeger in Amsterdam op het Vossius Gymnasium geweest. Die school zag er keurig uit. Loetje de Jong was een van de eerste leerlingen. Als ik het gewaagd zou hebben met een potloodje of met een krijtje iets op de muur van die school te schrijven... al was het maar een onregelmatig Grieks werkwoord, dan zou er iets verschrikkelijks gebeurd zijn. Nu kwam ik laatst langs het Gymnasium in Amsterdam... en de hele voorgevel van die school is volgekalkt met metershoge letters en symbolen. En als oudere heer vind ik dat een afschuwelijk gezicht. Maar niemand op die school neemt daar aanstoot aan. Als de rector er iets van zou zeggen, zou hij worden uitgelachen. Dus wat moet vandaag de dag een gymnasiast beginnen die iets echt verbodens wil doen? Hem blijft niets anders over dan een telefooncel geheel vernielen of de ruiten van een bankgebouw in te gooien. Dat is de prijs die we moeten betalen voor ons gestegen pijl van beschaving.